De kleine regentijd is aangebroken en de muskieten beginnen zich te roeren. Dit kan een toename van broedplaatsen van muskieten tot gevolg hebben. Het risico bestaat dat er een toename zal zijn van dengue, Zika en chikungunya gevallen. Deze ziekten worden overgedragen door de Aedes aegypti muskiet, die voornamelijk overdag actief is. De Aedes aegypti muskiet, meer bekend als de dengue muskiet, broedt graag in schoon stilstaand water, die onder meer voorkomen in afvoerputjes, autobanden, dakgoten, zwerfafval, regenwatertonnen en oude koelkasten. De Aedes muskiet is met name overdag actief en is te vinden in en rondom de huizen, kantoren en scholen in de stad en in het binnenland. Het BOG roept daarom alle bedrijven, huishoudens, zorg- en verzorgingsinstellingen, opvangtehuizen, scholen, hotels en guesthouses, bedrijven, ministeries en alle overige instituten en huishoudens op om hun terreinen en gebouwen vrij te houden van muskieten broedplaatsen. Geef de muskiet geen kans. Ruim alle broedplaatsen op. Bescherm uzelf tegen muskietenbeten. Draag bedekkende kleding en gebruik een anti-muskietenlotion. Luidt de dringende oproep van het Bureau Openbare Gezondheidszorg.